Mickey Hoogendijk staat op de cover van de nieuwe Frits. Die kreeg ze maandagavond uitgereikt. Met de keuze van de foto was ze uiteindelijk dik tevreden. Ja, altijd leuk een cover. En zeker van de Frits, want ik woon nu sinds anderhalf jaar onder Eindhoven. En ik dacht, nou ja, een thuiswedstrijd. Ik vind dat nogal een stap van het bruisende Los Angeles naar het wat platte boerse Hoge Loon. Ja, ik had behoefte aan rust. Ik had 50 exposities, en ook beurzen gedraaid in 5 jaar over de hele wereld. Van Japan tot LA, tot Mexico, Bogota, Canada, alles. Ik was zo moe. En toen had ik een tentoonstelling bij Ogenlust in Eersel. En toen logeerde ik bij een gasterij ergens, een soort van spa. Ontzettend leuk. En ik keek om me heen en ineens dacht ik, oh, wat is die fijn. En toevallig stond er een grote boerderij tegenover, leeg, die ze aan het verbouwen waren. En daar heb ik nu 250 vierkante meter waar ik alles kan doen wat ik wil. Heerlijk. En waar je een huurprijs betaalt, waar je in alleen nog geen kippenschuur voor hebt? Geen kippenhok heb je ervoor, echt niet. Nee. En in Amsterdam woon je 3 hoog achter. Dus ik vind wat dat betreft die ruimte, 250 vierkante meter, waar vind je dat nog? Dat is gewoon niet te doen in Amsterdam. En ja, ik moet zeggen, die rust vind ik echt zalig. Mensen kennen jou, veel mensen kennen jou van de bladen, van jouw verleden. Wat houdt je tegenwoordig bezig? Oh, wat mij bezighoudt is mijn werk. Eigenlijk altijd al hoor, dus waar mensen mij van kennen. Kunstfotografen. Ja, mijn werk heeft me altijd bezig gehouden. Eerst 12 jaar geacteerd en nu sinds een jaar of 8 werkzaam als kunstfotograaf. En dat is wat ik 24/7 doe. Mooi verhaal in de Frits. Kom je eruit zoals je bent? Ik weet het niet meer precies. Kop boven het verhaal is leven buiten de lijntjes. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dat is precies wie ik ben. Ik kleur altijd buiten de lijntjes. Ik zou niet weten wat die lijntjes zijn. Zo ben ik ook niet opgevoed. En daar geniet ik van. Het is altijd fijn om net even iets anders te doen. Ik heb jou gegoogeld natuurlijk. Je geeft niet zoveel interviews. Nee, maar je moet mij ook niet googlen hoor. Want als ik mezelf google, schrik ik ook heel erg. Mensen mij niet googlen, echt niet. Alleen dit interview lezen, dat is waar. Je moet nooit lezen, geloof wat er geschreven staat, zeg ik altijd maar. Kijk maar vooral naar de plaatjes. Maar in dit interview vertrouw ik.